Rens, de musical. Rens, Herman, Rens. Word je gemist? Nou, ik zal eerlijk zeggen, nee. Rens, Herman, Rens. Dus neem je clowns, je oude popcorn, harde bankjes en mijn houten kont ook mee. Het zijn zware tijden voor Nederlands oudste circus. Wegens een belastingschuld van een ton werd de hele tent in beslag genomen. Letterlijk. En ja, het is verdrietig, maar aan de andere kant, vraag jezelf eens af. Wat was de laatste keer dat iemand tegen jou zei, weet je waar ik echt gek op ben? Een circus. Ja, vroeger was dat echt topvermaak. Maar in deze moderne tijd hoef je nog niet eens een onderbroek aan te trekken om te kijken naar dieren die trucjes doen en Chinese meisjes die extreem lenig blijken te zijn. Daar hebben we internet voor. Sterker nog, als ik naar dat soort filmpjes kijk, heb ik meestal juist geen onderbroek aan. Waar zie je een kat jongleren? YouTube, YouTube, mens uit een kanon lanceren. YouTube, YouTube, naakte vrouwen slikken hun degen en soms zelfs twee. Waarom in zo'n tent creperen? YouTube, YouTube. Eigenlijk is het circus nu meer een verplicht onderdeel van de opvoeding van je kind. Je moet er één keer heen. De enige mensen die uit vrije wil nog naar circussen gaan, zijn de opa's en oma's. Ja, die zien zo'n olifant en denken, kijk, jij wordt net als ik ook één keer per week gewassen. En met zo'n bijna lege tent en oplopende kosten gaat een circus failliet. Gelukkig is er al een prachtig nummer over gemaakt door Circus Custers. Failliet, tot over hun oren, op zoek naar donoren. Nu het nog kan, failliet. Je weet van tevoren, alleen senioren houden ervan. Er heeft zich iemand aangediend met een groots plan om het circus te redden. Peter! Jan Rens! Jij bent helemaal niet meer bekend! Kom op, gast! Peter Jan Rens was vroeger bekend als kindervriend, maar staat nu vooral te boek als vriend van een kind. Hij wil het circus door laten gaan als Circus Rens met een S. Maar of je nou in zee wil gaan met meneer Cactus, moi. Andere mogelijke redders zijn Lance Armstrong, Circus Lens, Nens, Circus Nens en Clown Bassie, Circus Pens. Werk toch niet samen met Peter Jan Rens. Die is toch helemaal geen goed mens. Steek dan nog liever die hele tent in de hens. Dan dat je vrienden bent met Peter Jan Rens. Circus Rens, de musical. Hooggeëerd failliet. Alle Q-musicals terugluisteren. Ik ben niet seksueel gekomen sinds moederdag 2011. Het gaat mis, krijg je ervan. Je moet niet zoveel gaan lenen. Ik open er nog een raampje bij, want de baby is aan de scheiterij in de auto. Qmusic.nl. Qmusic. You make us Q.